Tuurlijk, het doet zeer en het is altijd heel erg leuk geweest. We hebben er zelf ook heel erg veel plezier aan. En het groeide nog ieder jaar. We gaan richting de 10.000 bezoekers ongeveer. Het is nog ver weg, maar toch is er nu al een besluit genomen. Het grote paasvuur in Meadow bij Winterswijk wordt komend jaar voor de laatste keer ontstoken. Het vreugdevuur trekt jaarlijks duizenden bezoekers, maar de organisatie trekt de stekker er toch uit. Mede door de stikstofregels. Wat vindt u ervan dat het er nog maar één keer is? Dat vind ik jammer. Het moet elke tijd met Pasen. Pasen moet er ook aan. Ook al is het zo'n traditie? Ja. Wat is traditie? Sinterklaas heeft het ook al bijna niet meer. Dus maakt mij niet zoveel meer uit. Dat kan wel zijn, maar ik vind dat er zijn belangrijke dingen dan traditie. De natuur vind ik wel zo belangrijk dat ik denk van ja, daar moet alles voor wijken. Voor de kinderen is het mooi en voor jezelf. De meningen zijn er dus over verdeeld. Maar toch heeft de organisatie besloten het vuurfestival nog maar één keer te houden. Hoewel het nu buiten de stikstofberekeningen valt, zit de locatie op 4 kilometer van Natura 2000 gebied. En dus denkt de organisatie dat de provincie de regels wel eens snel kan veranderen. Dit is een goed moment om voor ons in ieder geval waardig afscheid te kunnen nemen en ook zelf die beslissing te kunnen nemen in plaats van dat een overheid dat doet. Tuurlijk, het doet zeer en het is altijd heel erg leuk geweest. We hebben er zelf ook heel erg veel plezier aan. En het groeide nog ieder jaar. We gaan richting de 10.000 bezoekers ongeveer. Het paasvuur is dus populair. Maar de organisatie vindt een doorgang in kleinere vorm of op een andere locatie geen goed idee. Dat is niet het concept. En wij willen wel dat vasthouden. En dat vuur, dat draagt het evenement. Dus het is of alles of niets. Dat is een beetje het verhaal.